Daar zijn ze. De mensen van het verzet. Ze komen een pakketje ophalen bij de buren. Dat pakketje is mijn buurjongen. Maar zijn moeder twijfelt. Sorry meneer, het pakketje is ons te dierbaar. We kunnen het niet missen. En op dat moment schreef mijn moeder mij naar voren. Ik was natuurlijk een groot pakketje daar verwacht. Maar mijn moeder zei dat ik flink zou zijn. En onopvallend. Daar ga ik, hup, in de armen van een ander. Dag, lief molletje. Dag, mijn lieve kleine schat. Ja, u hoort het goed. Ik speel vanavond meneer Mol, die ik sprak over wat hij allemaal had meegemaakt als kleine jongen. Ik speel meneer Mol. Of vindt u dat raar dat ik als zwarte jongen een jood speel? Niemand heeft mij eigenlijk ooit verteld. Officieel verteld dat mijn ouders dood waren. De mensen die in de fabriek hadden gewerkt, kwamen op een gegeven moment weer terug. Maar van mijn familie kwam er niemand. Dus op een gegeven moment denk je dan, ze zijn er niet meer. Mijn ouders zijn ondergedoken en verraden. Als strafgeval naar Westerbork gestuurd en daarna direct naar Auschwitz. Mijn opa, oma, nichtje, neefje. Allemaal vergast. Ik herinner me nog goed dat na de oorlog ineens iedereen in het verzet zat. Toen liepen de binnenlandse strijdkrachten ineens door de straten te marcheren. Had je oranje feesten en helder verhalen. Maar mijn pleegvader, hij marcheerde niet mee. Hij pochtte niet van, ik heb in het verzet gezeten. Dat was gewoon zo. Ja, sorry, ik ben een beetje cynisch over het Nederlands verzet. Maar de Joden werden opgehaald. En dat heeft iedereen gezien. Het leven van de meeste Nederlanders ging gewoon door. Alsof er niets gebeurd was. De mensen die mij als pakketje hebben opgehaald... dat waren moedige mensen. Hele moedige mensen. En mijn ouders? Dat ze mij hebben laten onderduiken. En daarna zelf ook. Dat. Dat was pas een daad van verzet...